Journalisten willen allemaal met minister Zijlstra praten. Waarom heeft hij gelogen? De minister geeft toe dat hij niet de waarheid heeft verteld. Dat is heel dom geweest. En u mag van mij aannemen dat ik daar goed spijt van heb. Maar politici in Den Haag accepteren zijn excuses niet zomaar. Zij vinden dat een minister nooit mag liegen. Een liegende minister, en zeker een liegende minister van Buitenlandse Zaken, dat kan gewoon niet. Ik zou me, als ik de minister was, ook zelf heel goed achter de oren krabben en mezelf de vraag stellen, zie ik mezelf nog wel geloofwaardig? Een journalist ontdekte dat de minister 11 jaar geleden deed alsof hij bij een bijeenkomst met de president van Rusland was. Dat zou in de dacha van Poetin geweest zijn, in zijn buitenhuis. Tegen leden van zijn partij jokte de minister dit. Ik was begin 2006 aanwezig in de dacha van Vladimir Poetin. Ik was daar als medewerker. Ik was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Maar ik kon heel... En daar klopt dus geen bal van. De minister was daar helemaal niet bij. Halbe Zijlstra zegt nu dat hij het verhaal van iemand heeft geleend. En heel belangrijk vond om te vertellen. Ik ben alleen zo dom geweest om het op mezelf te betrekken, om daarmee de bron te beschermen. En dat had ik niet moeten doen, dat spijt me ook. Intussen worden er veel grappen gemaakt over de jokkenbrokkende minister. Hij wordt vergeleken met Pinocchio, met lange neus dus. En hij zou ook al op de maan hebben rondgelopen. Premier Mark Rutte zegt dat Zijlstra gewoon minister mag blijven, maar dat hij niet blij is met de leugen. Het is goed dat het nu naar buiten is. En ik zei u al, hij had er niet over moeten liegen. Dat is onverstandig. Dat is echt onverstandig. Dat zegt hij zelf ook. De minister moet nu in de Tweede Kamer aan andere politici uitleggen waarom hij precies heeft gelogen. Legt hij dat niet goed uit, dan zou hij toch zijn baan wel eens kwijt kunnen raken.